Roel, ja, het startschot is gegeven, maar hoe kijk je terug op afgelopen seizoen? Ik denk dat wij wel positief opkijken naar vorig seizoen. We hebben de bekerfinale gewonnen, dus ik denk elke prijs is mooi meegenomen. Er zijn 3 prijzen te winnen in België. Dat is natuurlijk de Beneliga, dat is het belangrijkste. Dan heb je de Belgische competitie waar je nog Belgisch kampioen kan worden en dan nog de beker. Dus die beker was van ons. In de Beneliga hebben we dat op de laatste wedstrijd nog meegedaan voor bij de laatste 4 te eindigen. Als we de laatste wedstrijd hadden gewonnen, dan zaten we nog in de Final Four. Dat is helaas niet gelukt. En dus waren we eigenlijk op de 7e plaats geëindigd, wat voor Bocholt eigenlijk toch niet echt goed was. Nieuw seizoen, nieuwe ambities, neem ik aan. Ja, natuurlijk. We willen sowieso heel graag in die Final Four geraken. Het zal heel zwaar worden, dat hebben we vorig jaar ook gezien. Wedstrijden zijn heel zwaar en pittig en we mogen natuurlijk ook niet te veel blessures krijgen. Dus, Want het ligt allemaal kort bij elkaar en ik heb daar straks begrepen op de persconferentie dat voor Bocholt toch die competitie, die landstitel, die beker, misschien toch nog net iets belangrijker is? Ja, belangrijker zou ik niet zeggen, maar ik denk dat het voor ons meer haalbaar is. Omdat, ik denk, Hollandse ploegen zijn vrij sterk dit jaar. Ze hebben een aantal goede aankopen gedaan. Ik denk dat Bevo en Lions heel sterk uit de hoek zullen komen. Natuurlijk is er altijd een kans. Als je bij de eerste 4 eindigt, is het gewoon de vorm van dat weekend, wie de Beneliga wint. Maar ik denk dat we wel meer kans hebben om in de Belgische competitie een prijs te pakken. Beker of landskampioen natuurlijk.